Mentale gezondheid zou bij elk mens een prioriteit moeten zijn, omdat het een leidraad vormt van het dagelijks leven. Tegen deze achtergrond heeft pater Romanus Eboni gekozen voor het sturen van filosofie, evenals klinische pastorale counseling, psychologie, om mensen hierbij te helpen. De pater is zich bewust van de impact die een niet gezonde mentale staat kan hebben op de mens. Hij meent daarom dat het zoeken naar professionele hulp geen taboe meer mag zijn. Elk mens moet zich bewust zijn van de voordelen die een goede mentale staat met zich meebrengt. Maar door te praten, dan kan je zien dat oké, de Heer wil ons helpen, omdat God heeft een plan voor iedereen. Maar we hebben de geduld niet om te luisteren naar de stem van de Heer en ook om te kijken wat plan de Heer voor ons heeft. Door enkele symptomen van depressie te herkennen, kan heel vroeg aan de bel worden getrokken. Eboni ging in op de meest voor de hand liggende symptomen, zoals die zich in de eerste fase manifesteren. Eenzaamheid, de teleurstellingen, verdriet, tegenslagen, leegte of wanhoop en besluiteloosheid en gebrek van concentratie. Je moet iets doen op je bureau, maar je kan niet concentreren. Mensen praten naar je toe, maar niets komt binnen. Je bent daar, maar je zit niet daar. So, wanneer je zo voelt, dan weet je dat je bent op weg naar depressie. Voor het gezond houden van je mentale staat is het belangrijk om de symptomen te herkennen, om dan verder te zoeken naar de nodige hulp.